De Jungle Warfare Instructors Course, die van oktober tot december plaatsvindt, richt zich op overleven en opereren in de jungle. En tijdens deze training wordt er ook aan kennisuitwisseling gedaan. Ongeveer 150 militairen nemen eraan deel, met 40 voertuigen en 70 containers aan materialen, inclusief fitnessapparatuur en een klein rupsvoertuig. De training wordt gedaan in samenwerking met het Nationaal Leger. Communicatieadviseur bij de Nederlandse landmacht, Nina van der Heijden, zegt dat er gekozen is voor Suriname vanwege de bestaande samenwerking. Ik kom hier echt alleen om te trainen. Nederland heeft de opdracht om de Nederlandse krijgsmacht om overal ter wereld inzetbaar te kunnen zijn. En daar valt ook het junglegebied onder. Dus wij trainen elk jaar in de jungle. Zodat we ook in junglegebied kunnen opereren als dat nodig is. En gelukkig kunnen we dit dus de afgelopen 3 jaar in Suriname doen. Dat doen we dus in samenwerking ook met het Surinaamse leger. We hebben goed contact. Maar het enige wat we hier doen is trainen. En daarover zijn ook echt juridische afspraken gemaakt samen met het Surinaamse leger. Dus de militairen die u vindt zijn of deelnemers van de training, of ondersteunen de training. Rob Arts, luitenant-kolonel bij de Nederlandse landmacht, zei dat het versterken van de onderlinge samenwerking tussen beide landen een van de positieve uitkomsten is. Verder zijn deze trainingen beter aangepast en doordacht. Daarnaast zijn we natuurlijk een grote klant van, van leveranciers, van in de haven, maar ook transportbedrijven waar we mee samenwerken. Maar er zijn ook eigenlijk wisselprojecten met defensieeenheden in Nederland. En dat kan gaan niet alleen over jungle, maar ook over geneeskundige zorg, hè, of zelfs over militaire muziek. En dat is daar allemaal die relatie. Als je daaraan bouwt, ja, dan bouw je zowel eigenlijk op klein tactisch niveau werk je aan verbetering van wat we allebei doen. We leren van elkaar, maar ook op groter niveau over procedures en over hoe opereren we in internationaal verband. Deze operatie is de start van de derde jaarlijkse jungle training van de Nederlandse krijgsmacht in Suriname.